Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. In het algemeen vandaag veel ruimte voor de zon, maar ook wel wat hoge wolkenvelden. En die sluierwolken, daar hebben we de komende tijd steeds mee te maken. Dat heeft te maken met het binnendringen van zachtere lucht. Er staat een zuidelijke stroming, maar we zien tegelijkertijd inderdaad wel wat wolkenvelden zitten. Min of meer ten zuidwesten van ons en af en toe schampt zo'n wolkenveld eens over ons land. Die zuidelijke stroming zorgt er wel voor dat er warmere lucht naderbij komt en actieve bewolking boven de Britse eilanden blijft daar of trekt wat naar het noorden. Daar hebben we dus geen last van. We hebben wel hier en daar wat wolkenvelden, maar voornamelijk sluierwolken vanavond. De zon schijnt ook nog van tijd tot tijd tot die ondergaat en de temperaturen liggen boven de 20 graden. Uiteindelijk dalen ze vannacht naar waarden tussen de 15 en 19 graden. Het weerbeeld verandert niet of nauwelijks. De wind is zuid tot zuidoost en zwak tot matig. Ook morgenochtend is de wind nog zuidelijk en dan lopen de temperaturen snel op. Het kwik komt op veel plaatsen in het binnenland boven de 30 graden uit en dat betekent dat we een tropische dag gaan krijgen. Maar in de loop van de middag begint de wind te draaien. Dat gebeurt als eerste in het westen van het land. Daar gaat een matige, misschien wel vrij krachtige westelijke wind waaien en die blaast geleidelijk aan koelere lucht naar het oosten. Dat betekent dat in de middag de temperaturen langzaam wat zullen gaan dalen, als laatste ook in het zuidoosten van het land. En daar zou heel misschien een regen- of onweersbui kunnen vallen, laat in de middag of in de avond. Verder blijft het droog, met als gezegd een mengeling van zon en wolkenvelden. En die wolkenvelden, dat zijn dan hoofdzakelijk sluierwolken. Dan vrijdag, dan hebben we met name in het oosten kans op een regen- of onweersbui. Er is ook ruimte voor de zon, staat een matige noordwestenwind en de temperaturen liggen zo tussen de 20 graden op de Wadden en 27 graden tegen de Duitse grens. Zaterdag een rustige dag. Lokaal misschien nog een buitje, maar op de meeste plaatsen is het droog. De zon schijnt alweer en met gemiddeld zo'n 23 graden is het heel aardig zomerweer. En dat vinden we zondag alweer terug met temperaturen van 24 of 25 graden. En dan is er volop ruimte voor de zon. Wat gebeurt er na het weekeinde? Nou, we zien de temperaturen in het algemeen toch gewoon weer oplopen tot meer dan 25 graden. Maar zeg ik er meteen bij, vanaf midden volgende week is de onzekerheid vrij groot. Het kan zijn dat we net boven de 20 graden uitkomen. Het kan ook zijn dat we boven de 30 graden uitkomen. Hoe dan ook de kans op zomerweer blijft, zomer zit stevig in het zadel. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.